Nou, het resultaat mag er zijn. De fiets is lang. Heel erg lang. Maar of het de langste fiets ter wereld is, dat is nog even afwachten. Waarom deze wereldrecordpoging? Ja, het leukste antwoord is eigenlijk te geven, waarom niet? Ja, waarom niet inderdaad? De makers vinden het geweldig om gekke ideeën werkelijkheid te laten worden. Vandaar dus deze enorme fiets. Toeschouwers langs de kant zijn onder de indruk. Dat het gewoon blijft zweven, dat het gewoon zo sterk is. Dus vind ik heel knap. Het is gewoon een mooi ding. En... wel knetterzwaar, hè? Ja, wel knetterzwaar. Dat denk ik ook wel, ja. Hoe is het met de spanning? Hoog. Ja. Hij ziet er niet heel praktisch uit. Nee, klopt. Je kunt er eigenlijk nog helemaal niks mee. Hij is echt gebouwd voor een wereldrecord. En het wereldrecord zegt met een fiets 100 meter. En dat gaan we dan ook doen. Ja, en niet alleen de afstand is belangrijk. Ook moet de fiets langer zijn dan 47,5 meter. Want dat is het vorige wereldrecord. Ja, en voor zo'n lange fiets moet je veel geduld hebben. Ja, de cameraman en ik dachten van, oh, hoe gaan we dit filmen allemaal? Want het gaat misschien veel te snel. Mwah, dat valt een beetje tegen. Even wat drinken, want... ik rijd al heel warm, hoor. Gaat heel snel, hè? Nee, maar ik rijd al heel warm. Nou, het duurt even, maar dan komt de enorme fiets over de streep. En jawel hoor, met dik 54 meter heeft het team het wereldrecord te pakken. Ja, en denk nu maar niet dat ze stil gaan zitten. Heb je al nieuwe plannen? Moet ik eerst mijn vrouw overleggen. Okay. Misschien de kleinste fiets. De kleinste fiets? De kleinste fiets.